gym bij onze partner Argos, want er moet uiteraard ook gedenkt worden. Maar ik ga hier ook even in gesprek met onze contactpersoon, Arjen Nieboer, de kartmanager bij Argos. En ik ga hem uiteraard vragen hoe het met hem gaat en hoe het met Argos gaat. Het gaat goed met mij en ik kan melden dat ik binnen Argos een faro is het eigenlijk, hè? Een andere functie heb en ik sinds kort manager cards ben. Ja Jack, de laatste maanden is het met Argos eigenlijk niet anders gegaan als met vele andere bedrijven. We hebben best een lastige tijd, maar we doen er alles aan om daar weer uit te klimmen en zien gelukkig weer de zon schijnen. We zijn gestart met een nieuwe promotieactie Tanken op z'n Hollands. En daarnaast hebben we sterk gewerkt aan ons netwerk. De mijlpaal die wij bereikt hebben is dat we inmiddels kunnen melden dat we vorige week in het plaatsje Wommels in Friesland het 150ste Argos tankstation geopend hebben. Het acceptatienetwerk van de Argos tankpas inmiddels op 430 tankstations hebben. Dus inmiddels kan er met de Argos tankpas op 430 tankstations in Nederland getankt worden. De nieuwe plannen die wij met onze kaart hebben, is dat we die in een totaal nieuwe look and feel hebben gedaan. Dat betekent dat onze MKB-leden een hogere korting krijgen met hun Argos tankpas. Arjen, ik hoop dat we elkaar weer op echte bijeenkomsten kunnen gaan ontmoeten. Jack, bedankt. En ik hoop dat we elkaar snel weer zien in levende lijven op een bijeenkomst. Blijf gezond. Dankjewel.